Ik ga jullie laten zien hoe ik mijn haar en make-up doe op de meeste zomerdagen. Vrijwel alle zomerdagen. En we gaan beginnen met de make-up. Ik meng allereerst mijn dagcreme van Weleda samen met een BB cream van Urban Decay uit de Naked Skin lijn. En deze is getint en heeft ook SPF, waardoor mijn huid meteen beschermd is tegen de zonnestralen. En deze geeft meteen een lichte dekking, waardoor mijn huid net even ietsje egaler zal zijn. Daarna breng ik een concealer aan. Dit is de Essence Stay All Day Concealer. En deze breng ik aan onder de ogen, een beetje op de neusbrug en boven mijn mond om deze gebieden iets meer op te lichten. En natuurlijk om mijn donkere kringen te verdoezelen. Daarna pak ik de MAC Mineralize Skin Finish Natural en hiermee poeder ik de concealer af en de BB cream die ik net heb aangebracht. Ik kan niet zonder lippenbalsem, ook niet in de zomer, dus ik breng even mijn Labello lippenbalm aan. Meestal draag ik bruin in plaats van zwarte eyeliner in de zomer en dat doe ik dan niet met een vloeibare eyeliner, maar met een poeder. Product. In dit geval gebruik ik de Catrice Eyebrow Set, maar je kunt het ook met een bruine oogschaduw doen. En hiermee zet ik een lijntje boven de wimperrand en maak ik ook een wing. En door een poeder te gebruiken wordt je look veel zachter en een beetje smoky. Gewoon net wat, ja, niet zo hard in ieder geval. Even checken of beide kanten gelijk zijn. Yep. En wat ik nog over heb op mijn kwastje gebruik ik aan de onderste wimperrand. Tijd voor mascara. Op dit moment gebruik ik de Telescopic Extra Black mascara van L'Oreal. Die vind ik heel erg fijn. En daarmee doe ik één laagje op mijn wimpers, want dat vind ik wel genoeg als ik geen heftige zwarte eyeliner draag. Met dezelfde Catrice Eyebrow Set vul ik ook mijn wenkbrauw in. Ook weer met hetzelfde kwastje. Deze is van Zuva trouwens, komt uit de Bamboo Set. Daar krijg ik altijd veel vragen over. Daarna gebruik ik de HEMA Eyebrow Gel en hiermee zet ik de haartjes op hun plek en blijven ze goed zitten de hele dag. Dan gebruik ik de Too Faced Milk Chocolate Soleil Bronzer onder de jukbeenderen om mijn gezicht wat meer schaduw te geven. En wat ik over heb op mijn kwast doe ik een beetje op de neus en op de kin en op de kaaklijn. Dan gebruik ik deze mooie blush van Hourglass in de kleur Luminous Flush. En hiermee breng ik een subtiel kleurtje aan op de wangen. En voor wat glans gebruik ik de Like a Doll Golden Infusion Highlighter van Pupa. Die erg mooi is, zeker als je ietsje gebruinder bent door de zon. Voor de highlight in de binnenste ooghoek gebruik ik MAC Vanilla. Deze gebruik ik echt elke dag. Winter, zomer, herfst, lente, whatever. Elke dag. Het restje daarvan breng ik ook aan op de neusbrug en onder de wenkbrauwen voor een optische lift. Dan gebruik ik weer de highlighter van Pupa en deze breng ik ook nog even in de binnenste ooghoek aan voor wat extra glans. Op de waterlijn gebruik ik dit Wonder Pencil van NYX en dit is gewoon een huidskleurig oogpotloodje. Ik draag niet altijd dezelfde lippenstift, maar meestal ga ik voor een fris, subtiel kleurtje zoals deze van MAC. Dit is Coral Bliss en die geeft net even een kleurtje, maar is niet te heftig of te fel. En dan gebruik ik de The Body Shop Vitamin E Face Mist. En deze zorgt ervoor dat het poederige van mijn gezicht, ja, een beetje weggaat en dat het gewoon lekker verfrissend is allemaal. En om mijn make-up te zetten gebruik ik de All Nighter Make-up Setting Spray van Urban Decay. En die spreek er gewoon overheen aan, even wapperen zodat het allemaal goed droogt. En dan blijft mijn make-up de hele dag mooi zitten en ben ik good to go. Dan gaan we door met het haar. Ik ga allereerst natuurlijk mijn haar even kammen, borstelen beter gezegd. En dan gebruik ik een volumepoeder van Keune op de hoofdhuid om mijn haar iets meer vol te krijgen. En ja, gewoon om wat meer structuur te krijgen, want dat hebben we nodig voor straks. Textuur bedoel ik trouwens, niet structuur. Dan gebruik ik de Noomi Titan 3 krulset met 3 krultangen erin. En met de code FRESIA krijg je 40% korting op alles van Noomi in hun webshop. En ik heb nog een kortingscode voor jullie kunnen regelen. Want met de code ROSES krijg je $100 korting op elke styling tool van Noomi. Check de beschrijving even voor de codes en de linkjes naar de website van Noomi. Als je de krultang aan hebt gezet kun je op het schermpje zien hoe warm de krultang al is. Hij kan tot en met 200 graden worden. En ik ga allereerst een hoge staart maken.
En dat doe ik gewoon door eerst alle haren te pakken met mijn handen en omhoog te gooien eigenlijk. En daarna pak ik mijn borstel erbij en maak ik alles even wat gladder, zodat er geen extreme bobbels zitten. Het mag wel een beetje messy zijn, maar ja, het moet wel ook een beetje verzorgd eruit zien. En als ik al het haar bij elkaar heb, pak ik mijn elastiekje en maak ik de hoge staart vast. Daarna pak ik de arganolie van Noomi en deze smeer ik in de lengte van mijn haar. En deze biedt meteen verzorging en beschermt het haar ook tegen de hitte. En laat het bovendien heel mooi glanzen en het ruikt lekker, dus allemaal voordelen. En bij de set van Noomi krijg je ook een hittebeschermend handschoentje, wat heel erg handig is als je net zo'n kluns bent als ik. Voor deze look gebruik ik de dikste krultang die er in de Titan 3 set zit. Ik pak steeds een plukje van de hoge staart en die krul ik om de krultang heen. Dan hou ik hem zo'n 10 seconden vast en dan laat ik hem daarna los. En dan laat ik hem nog even ietsje hangen op mijn hand zodat hij even kan afkoelen. Ondertussen pak ik alweer een nieuwe pluk. En zo ga ik eigenlijk verder. En het maakt niet echt uit welke kant je opkrult. Want ja, ik vind zelf hoe rommeliger, hoe beter. Dus dit doe ik dan met alle plukken van mijn haar. En aan het einde heb ik dan zo'n soort resultaat. Het wordt elke dag weer anders, afhankelijk van hoe lang je de pluk om de krultang houdt. En hoe dik de plukken zijn die je eromheen draait. Ik borstel het even door voor een iets nonchalanter effect. En daarna maak ik de staart aan de bovenkant net even wat voller door het een beetje te touperen. Gewoon met een borstel. Je hebt er speciale kammen voor, maar met een borstel kan het ook prima. Een beetje aan de zijkant, een beetje aan de bovenkant. En daarna weer eventjes glad maken met je borstel. Wat haarlak erin en weer even die irritante plukjes wegdoen. En dat is dan de uiteindelijke look. Make-up en haar all done. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.